Personen van Surinaamse afkomst mogen vanaf morgen 1 oktober visumvrij reizen naar Suriname. Deze regeling geldt nu alleen voor personen die in Suriname zijn geboren, zegt Luciano Truideman, directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, tegenover onze nieuwsdienst. Behalve dat de mensen geboren zijn in Suriname, moeten zij ook kunnen aantonen dat zij de Surinaamse nationaliteit hebben gehad, legt de directeur uit. Dus nogmaals, mensen die in Suriname zijn geboren, weg zijn gegaan, nu een andere nationaliteit bezitten. Deze mensen moesten ten tijde van dat toen ze hier woonden, ook de Surinaamse nationaliteit hebben gehad. Waarom ik dat zeg? Er zijn mensen die hier zijn geboren uit ouders die geen Surinamers zijn. In hun paspoort staat wel in Suriname geboren, maar ze hebben nooit de Surinaamse nationaliteit gehad. Toch? Dus die mensen gaan dan niet in aanmerking komen voor deze faciliteit. Slechts de mensen dus die hier zijn geboren, de nationaliteit hadden en zijn vertrokken en nu een andere nationaliteit hebben. Los van die groep hebben ook hun gezinsleden. Dus hun kinderen die uit het huwelijk zijn geboren, hebben dan ook recht op het visumvrij reizen. Hun echtgenoten of echtgenoot, die gaan ook recht hebben op het visumvrij reizen. Maar voor 1 oktober is slechts de eerste fase, dus de eerste fase gaat in en dat is slechts voor de mensen die hier zijn geboren. Dus we kijken nog niet naar het gezin en dus de overige leden van het gezin. Volgens Truideman is er een verschil tussen visumvrij reizen en de toeristenkaart die 10 jaar terug was uitgegeven. Die regeling is er nog steeds voor mensen die dat wensen. De regeling visumvrij reizen is niet voor de groep die een toeristenkaart nodig heeft om naar Suriname te komen. Ook voor de Nederlanders is die faciliteit er nog steeds. Ook voor de personen die nu, dus de doelgroep waarover ik het net had, de familieleden, de gezinsleden, die nog niet aan de beurt komen vanwege, weet je, ik zei het al, de tweede fase die nog moet worden ingegaan, die zullen nog steeds van die faciliteit gebruik kunnen maken. Dus een toeristenkaart aanschaffen en Suriname aandoen. Die faciliteit is er. Je kan eenmalig ermee afreizen, het is 90 dagen geldig, dus dat is er nog steeds. Je weet, Nederlanders kunnen, mensen van Surinaamse afkomst, zolang ze dat kunnen aantonen, als ze eenmaal in Suriname zijn, mogen ze dan 6 maanden op het grondgebied verblijven. Dus ja, die mogelijkheid bestaat nog. Maar het visumvrij reizen geeft eigenlijk geen barrières. Je hebt minder administratie te doen aan jouw zijde, dus degene die moet afreizen. De administratieve zaken voor andere groepen die menen van Surinaamse afkomst te zijn, worden nog goed onderzocht. In dit geval kan de PSA-wet worden geraadpleegd om na te gaan waar de familielijn loopt.